En welkom bij alweer de laatste editie van de serie webinars met als titel De precariteit voorbij naar een samenleving met een basisinkomen. Mijn naam is Jurgen Tjonnevong en ik heb het genoegen gehad en bij deze laatste editie nog steeds om deze webinars te modereren. In het kort iets over mezelf. Ik ben artistiek leider van Urban Myth, een gezelschap dat verbonden is aan Internationaal Theater Amsterdam. Ook ben ik curator. Ik werk onder andere samen met het Amsterdam Museum en met het Rijksmuseum. En ik modereer regelmatig gesprekken, zo ook deze serie. Zoals u vanzelfsprekend weet is de Academie van Kunsten van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen een plek voor debat over de waarde van kunst in de samenleving en over de relatie tussen kunst en wetenschap. De afgelopen maanden hebben we natuurlijk gezien dat de coronacrisis een enorme impact heeft gehad op onze samenleving. En waar we in de eerste weken misschien dachten dat het een tijdelijke onderbreking zou zijn van onze dagelijkse gang van zaken, zien we nu dat de gevolgen waarschijnlijk groter en langduriger zullen zijn dan we in eerste instantie dachten. Wat de ontwrichtende werking van het virus ook aan het licht heeft gebracht, is dat de arbeidsmarkt en inkomenspositie van velen fragiel is. Eerder pleitte de Academie van Kunsten in het kader van de coronacrisis voor het zoeken naar een collectieve oplossing voor een collectief probleem via een statement dat nog steeds te lezen is op de website van de Academie van Kunsten. Maar de Academie van Kunsten zal zich ook richten op de toekomst na de coronacrisis en in aanloop daartoe deze serie webinars met als doel de verbeelding van het ongewisse vormgeven in mogelijke scenario's rond de vraag hoe kan een samenleving waarin een basisinkomen is ingevoerd eruit zien. Vier webinars vormen het vooronderzoek dat moet leiden tot het opstellen van verschillende toekomstscenario's. En niet alleen het delen van informatie is daarbij van belang, ook het stellen van de juiste vragen speelt een cruciale rol. En daarom worden tijdens deze inhoudelijke verdieping de leden van de Academie van Kunsten en het publiek uitgedaagd om met onverwachte of soms ontwrichtende vragen te komen. En dat kan, zoals eerder ook gezegd, via de Q&A-functie in Zoom. In de fase volgend op de webinars geeft de Academie van Kunsten een aantal schrijvers en kunstenaars de opdracht visionaire scenario's op te stellen vanuit de transformatieve kracht van kunst. En deze worden samengebracht in een publicatie die de Academie van Kunsten ziet als een advies aan de overheid om tot een veerkrachtiger samenleving te komen. Vanmiddag gaat het webinar over de toekomst en op welke manier het basisinkomen in de toekomst vorm gaat krijgen of zou kunnen krijgen. We hebben drie sprekers uitgenodigd hun visie hierover uiteen te zetten. En vandaag zien we presentaties tegemoet van Tinkerbell, Arjen van Witteloostuin en Marta Meerman. Maar we beginnen de middag met Ineke Sluiter. Zij is hoogleraar Griekse taal en letterkunde aan de Universiteit Leiden en is sinds 1 juni 2020 president van de KNAW. Haar bestuursfunctie combineert zij met haar onderzoekswerk aan de Leidse Universiteit. Ineke Sluiter kan er vandaag helaas niet live bij aanwezig zijn in verband met onderwijsverplichtingen, maar zij ondersteunt het initiatief van de Academie voor Kunsten om deze serie webinars over het basisinkomen te houden van harte. Ze heeft een kort welkomstwoord opgenomen gericht aan ons, alle kijkers en de sprekers. Laten we daar even naar gaan kijken. Beste kijkers, op 31 mei jongstleden overleed de inpakkunstenaar Christo. Het is heel bijzonder om op internet en YouTube reacties te zien van mensen op zijn werk. Ze zijn erdoor geraakt, ze vinden het heel bijzonder. Maar waarom precies? De verschillende antwoorden op die vraag deden mij denken aan een fictieve vraag die ik gesteld had als begin van een onderzoekproject een aantal jaren geleden. Stelt u zich voor, 2500 jaar geleden, er zitten mensen in een theater in Athene. Ze hebben net een toneelstuk bekeken en de een zegt tegen de ander: hoe vond je het? Goed. En wat nou als de vervolgvraag zou zijn: oké, maar waarom eigenlijk precies? Wat voor type antwoord kun je dan verwachten? Wat mij frappeerde is dat de antwoorden die wij toen vonden in antieke bronnen eigenlijk erg lijken op de reacties op het werk van Christo. Wat voor soort antwoorden krijg je op de vraag naar het waarom van de kwaliteit van kunst?
Eén categorie antwoorden is puur esthetisch, in de nauwe zin van het woord. Waarom vind ik het goed? Het is mooi. Ik ervaar schoonheid. Ik geniet ervan. Kunst biedt troost en afleiding. Of iemand zegt misschien, het is goed, want het is levensecht. Of juist, volkomen anders dan anders. Het is origineel. Soms gaat het niet om schoonheid of genieten, maar waarderen mensen kunst omdat het nuttig is. Dus een functionele overweging. Dat zie je bijvoorbeeld als mensen in de oudheid nadenken over het waarom van zingen in koren. Burgers deden dat en daarvan wordt dan gezegd, nou dat is nuttig, want het bevordert de saamhorigheid. Bij dat nut hoort ook de gedachte dat je van kunst zou kunnen leren, of dat je daardoor gaat nadenken omdat het ontregelend is. Of dat je met behulp van kunst onze werkelijkheid kunt onderzoeken. Dat is een argument dat ik ook in coronatijd heb gehoord. En dan heb je nog de mensen die zeggen, wauw, dat zal wat gekost hebben. Hoe is het mogelijk dat hij dat zo snel voor elkaar heeft gekregen? Dat zal moeilijk geweest zijn. Dus moeilijkheidsgraad, kosten of snelheid, ook dat zijn allemaal redenen om een project te waarderen en te bewonderen. De voorzitter van onze Academie van Kunsten legde in een recent interview uit hoezeer kunst een basisbehoefte is. Hoeveel mensen iets met kunst doen. Ze maken muziek, ze schilderen, ze spelen toneel enzovoort. En vervolgens kreeg ze de prikkelende vraag voorgelegd. Misschien hebben we gewoon niet zo'n behoefte aan professionele kunst. Wat moet je daar nou op zeggen? Om te beginnen had, denk ik, toch de basis van die vraag gewoon verworpen moeten worden. Waaruit zou moeten blijken dat we geen behoefte hebben aan professionele kunst? Aan het feit dat de praktijk even stil lag in de coronatijd? Nou, de problemen van kunst in coronatijd komen niet doordat we als maatschappij zeiden, we hebben niet zo'n behoefte aan professionele kunst. Dus daar houden we mee op. Nee, het werd de kunstenaars, net als veel andere mensen, in die periode onmogelijk gemaakt om hun werk uit te oefenen door dat virus. Niets anders. Maar toch wil je ook wel antwoord geven op de vraag zelf. Waar is professionele kunst, gesteund door basisinkomen of anderszins, goed voor? Nou, alle argumenten die ik daar straks al noemde, die zijn natuurlijk hier ook van toepassing. Maar dan in de overtreffende vorm. Wij genieten als mensen nu eenmaal heel erg, wanneer mensen heel erg goed zijn in hun vak. We genieten als mensen van topprestaties. En die proberen we ook vaak te leveren. Het is fantastisch als iemand heel erg goed is in wat zij of hij doet. Een topwetenschapper, een topsporter, een topacteur, een topmuzikus, een geniale kunstenaar. Dat word je alleen door al je tijd, al je energie, al je hartstocht in het perfectioneren van je werk te steken. En daarmee word je een voorbeeld, een inspiratie voor al die amateurs, liefhebbers, hè, die ook zingen, musiceren, acteren of boetseren. Je tingelt een stukje Mozart op de piano, maar je hoort in je fantasie Mitsuko Uchida. Je voetbalt op een pleintje en je scoort als Jackie Groene. Je geniet van boetseren of beeldhouden en je weet hoe natuurlijk de David van Michelangelo eruit ziet. Door de eeuwen heen hebben samenlevingen zo hun eigen manieren gevonden om kunst financieel mogelijk te maken. Rondtrekkende verhalenvertellers konden altijd rekenen op een warm onthaal, gastvrijheid. Vermogende Atheners financierde via een speciaal soort persoonlijke belasting theatervoorstellingen. Alleenheersers, tirannen, vorsten, keizers haalden kunstenaars naar hun hof en lieten ze gesubsidieerd werken. En daar legden ze eer mee in. Het leverde prestige op. In Rome had die relatie zelfs een naam, patronage. Iemand als Mecenas, die een hele kring aan dichters om zich heen verzamelde, gaf zijn naam aan rijke privépersonen die kunstenaars sponsoren. Mecenassen zijn dat. En de praktijk heet het mecenaat. Vandaag gaat het om de mogelijkheden
om de kunsten te financieren binnen onze Nederlandse context. Het onderwerp is belangrijk. Ik wens u een inspirerende avond. Dank, mooie woorden van Ineke. En dan wil ik nu het woord geven, het is al bijna een traditie geworden, een traditie waar ik naar uitkijk. Ik wil het woord geven aan de voorzitter van de Academie van Kunsten, Anne Vechter. Dankjewel, Jurgen. Dag allemaal. Een dichter schreef dat een dichter zei dat er geen oplossingen bestaan, maar aanpassingen. Geen problemen, maar veranderingen. Dat je de toekomst zowel op je neemt als met rust laat. De dichter schreef over iemand die groenten verbouwde en zei tijdens het zaaien: we stoppen de toekomst hier eerst maar eens diep in de grond. Er waren zondagen die weken duurden. Elke dag was het zondag in Nederland. God verspreidde de suggestie dat de wereld zichzelf transformeerde in het oog van haar eigen storm. Een wijd open oog dat stom verbaasd de ruimte intuurde, zonder te weten hoe het van binnen aangevreten werd door microben en bacteriën, virussen, die het zich wereldwijd lieten smaken. Of ons alleen maar de stuip op het lijf wilden jagen en ons verplicht deden verlangen naar een volgende toekomst, waarin we wel met ze zouden moeten samenwerken, omdat zij niet van plan waren te verhuizen naar een andere planeet, die bacteriën en microben. Al namen ze graag het vliegtuig, ons verschrikt achterlatend in onze krimpende comfortzone, die voor velen trouwens al helemaal niet zo comfortabel was. Kom op, virussen. Praat met ons. We houden niet van sluipmoordenaars. Waar gaat de reis naartoe? Aanpassen in plaats van oplossen? Geruisloze steden van april, torenhoge leegstaande kantoorpanden, de dystopie die de adem benam. Wie buiten de agglomeraties woonde, haalde de schouders op. What's new, citizens? Hier is het iedere weekdag zondag, rustdag, bezinningsdag. Maar feestdag? Zoveel vielen niet te vieren. Een bliksemschicht flitst en een purperreiger schreeuwt in de duisternis, schreef de haiku-dichter Basho eind 17e eeuw. VR-beelden uit een ver verleden, alarm voor wie het werkelijk wil horen. Zonder het te beseffen, leven we in een revolutionaire tijd, schreef Floris van Alkemade in zijn visionaire, richtinggevende essay De Toekomst van Nederland. Dromen in plaats van doemdenken. Niet zo gemakkelijk voor wie zijn bestaanszekerheid ziet afkalven, zich opgehokt voelt, buitengesloten, geen buffers heeft om tegenaan te leunen en te luisteren naar toekomstmuziek. Maar het kan wel, jubelde Adelheid Rozen tegen me door de telefoon. Op bevel van een stelletje virussen gebeurt er wat je niet kon geloven. Er is verandering mogelijk voor iedereen tegelijk. Een nieuw sociaal contract met het klimaat naar de knoppen. Aan de knoppen, sorry. Ik bedoel, een nieuw sociaal contract met het klimaat aan de knoppen. Als de nood eindelijk hoog genoeg is, juichte ze. Frappé toujours, zei iemand. Blijf erop roffelen dat er geen problemen zijn, maar veranderingen. Frappé toujours. Hamer op 300 politieke gehoorbeentjes. Herschep een wereld. Skyfly. Sky high. Sci-fic. Science fiction. Frappé toujours. Wat is er nodig om zonder terugval in beweging te blijven? Willen we wel. Geen oplossingen, maar aanpassingen. Die iedereen weerbaar maken. Willen we dat met elkaar? Niemand meer buitensluiten. Nou, for something completely different. De invoering van het basisinkomen zou zo'n aanpassing kunnen zijn. Niet per se een oplossing. Nog een andere dichter schreef: het kan niet lang meer duren of de beschaving komt weer in beweging. Traag als een gletsjer, maar we gaan vooruit. Het kan niet lang meer duren of er wordt een geluksgen ontdekt, gratis af te halen bij iedere apotheek. Fysieke ongemakken raken uit de tijd. Je kunt zo oud worden als je wilt. De dood wordt een zeldzame aandoening. Het kan niet lang meer
duren. Of op alle scholen wordt het vak liefde gegeven. En het vak toekomst. En het vak liegen. En het vak gelijkheid. En het vak consumptie. En het vak verslaving. En het vak vergeving. En het vak armoede. En het vak basisinkomen. Je kunt er zelfs examen in doen. Kan niet lang meer duren of de deuren van alle huizen blijven openstaan. Je kunt aanschuiven aan elke tafel. Kan niet lang meer duren of we mogen iedere dag opnieuw kiezen wie we zijn. Man of vrouw, zwart of wit, God of kind of alles tegelijk. Kan niet lang meer duren of we krijgen er een zintuig bij waarmee je vanaf grote hoogte je eigen leven kunt bekijken. Je denkt dat het rimpelingen zijn, de gebeurtenissen in je leven. Geen revoluties. En je beseft het niet, het zijn wel revoluties. Het kan niet lang meer duren of we weten wat de echte omslagen zijn. Onze specialisten van vanmiddag weten het. Weten of dat basisinkomen bijvoorbeeld zo'n echte omslag is. Dank Anne, mooi, dankjewel. Zoals gezegd, er zijn drie presentaties. De drie sprekers krijgen de gelegenheid om hun visie op het basisinkomen uiteen te zetten. Na de laatste spreker komen we weer bij elkaar om thema's die aangestipt zijn tijdens de presentaties nog wat verder uit te diepen en het publiek de gelegenheid te geven om vragen te stellen. De vragen kunnen sowieso al gesteld worden via de Q&A-functie in Zoom. Dan gaan we over naar de eerste spreker. Zij is kunstenaar. Op het moment zit ze in Breda, als ik het goed begrepen heb, maar ze is toch live bij ons. Een warm welkom voor Tinkerbell. Tinkerbell, ben je daar? Welkom. Ja, hoi. Zoals in goed Nederlands gezegd wordt, the floor is yours. Nou, dank je, Jurgen. En leuk dat jullie kijken. Dit is een hele gekke manier van lezingen geven. Ik heb nu al heel veel gedaan, deze hele gekke periode. Maar ik ga hier nooit aan wennen. Maar dank je wel voor de uitnodiging. En ik heb een hele duidelijke vraag gekregen eigenlijk, waar ik over zou praten vandaag. En ik ga even de vraag aan jullie voorlezen, dan weten jullie ook waar ik op reageer. En dat was... Beste Katinka, beste Tinkerbell, wil je je licht laten schijnen op het basisinkomen in relatie tot een post-corona veerkrachtige samenleving? Ik zeg, het is nog wel een simpele vraag, maar het is natuurlijk ook een hele ingewikkelde vraag. Omdat als je iets wil zeggen over een post-corona veerkrachtige samenleving, dat is al een hele lange zin, dan moet je ook weten wat dat dan is. Wat betekent dat, post-corona? Wat bestaat er nu aan visie? En dan heb ik eigenlijk daar een hele vervelende conclusie over. En dat is dat in ieder geval politiek gezien elke visie ontbreekt. Het enige waar op dit moment over wordt gesproken daadwerkelijk is het nieuwe normaal. Nou, wat betekent dat dan op dit moment? Hè, als men over het nieuwe normaal praat, dan bedoelt men eigenlijk zoals het was, maar dan op 1,5 meter afstand. En dat is natuurlijk waanzin. Dat is geen visie. Dat is een, we weten het ook niet, dus we roepen maar wat. We vullen maar wat in, maar in ieder geval op afstand. Dat betekent dus dat er geen daadwerkelijk toekomstscenario in beeld is van mensen. Laat staan dat er een toekomstscenario in beeld is over een veerkrachtige samenleving. Want veerkrachtig betekent, we kunnen ermee dealen. Dus we gaan verder. We zijn flexibel. Wat je dan zou moeten doen volgens mij is kijken van wat is er nu daadwerkelijk aan de hand. We praten nu al over post-corona, maar we hebben geen idee of dat er überhaupt gaat komen. Ooit post-corona, dus op zoek zijn mensen naar een vaccin, naar medicijnen en we moeten dat maar afwachten. Ook als dat er ook komt, voor wie is dat dan beschikbaar en onder welke voorwaarden, et cetera. Maar goed, laten we even kijken naar vandaag. Wat is er vandaag aan de hand? Hoe ziet vandaag de dag de wereld eruit? En dan zou je kunnen zeggen dat heel veel reserves zijn opgemaakt. De eerste maanden hebben, weet ik veel hoeveel geld gekost, er is heel veel geïnvesteerd om vooral bedrijven, systemen te redden, overeind te houden. En dat betekent eigenlijk dat we in een paar maanden tijd al een heel groot deel wereldwijd van buffers, zowel van privépersonen als bedrijven, organisaties als overheden, zijn op.
of kleiner gemaakt en schaars geworden. En dat is een probleem. Want het is natuurlijk niet zo dat... Nou, stel, laten we even uitgaan van een soort utopische gedachte... dat er morgen een vaccin is en dat overmorgen iedereen op de wereld dat krijgt. Nou, wie is dat iedereen op de wereld? We zijn met bijna 8 miljard mensen op dit moment. En daar hebben we al probleem nummer 1. Je zou kunnen stellen dat dat zeker heeft bijgedragen aan het bestaan van corona überhaupt. Maar er zijn natuurlijk meer dingen aan de hand in de wereld. Er wordt veel gesproken over klimaatverandering. Dat lijkt bijna weg te zakken tussen al het coronanieuws. Je hebt nu veel demonstraties over racisme, volkomen terecht. Maar dat lijkt daardoor alsof dat nu het probleem is, terwijl dat natuurlijk altijd al er was. Dus het heeft nu de aandacht. Wat je niet hoort, helemaal niet hoort, bijna helemaal niet hoort, is dat we ook weten dat we een voedselcrisis tegemoet komen. Ik heb 7 jaar geleden zelf een film gemaakt over oprakende fosfaten. Een fosfaat is een onderdeel wat nodig is. Komt van fosfor, is een element wat nodig is voor al het leven. We leren allemaal op de kleuterschool dat om te kunnen leven voor, nou ja, ook voor eencellige, voor alles wat we kennen aan leven op aarde, is er zuurstof en water nodig, maar daarbij heb je ook fosfaat nodig. En fosfaat zit in de bodem, dat halen planten uit de bodem. Wij eten de planten op, of de dieren eten de planten op, en wij de dier wil weer. Zo komt fosfaat in ons lichaam en in het lichaam van alles wat leeft. En nou, kunnen wij bestaan. Door de uitvinding van rioolsystemen, ongeveer 1,5 eeuw geleden, is dat fosfaat, wat we normaal gesproken weer uitpoepen en plassen, gaat niet meer terug naar het land, maar spoelen weg in de oceaan. Ik vertel het nu even superkort. Maar daardoor raakt het op en wordt het schaars. Ik heb daar 7 jaar geleden een film over gemaakt. Die heet Save Our Children. Voor wie dat wil, die staat gewoon op YouTube. En de prognose was toen dat de wereldvoorraad fosfaat binnen ongeveer 10 jaar schaars zou gaan worden. En wat betekent dat nu? Nou, dat betekent dat er dus maar 1 grote mijn met beschikbaar fosfaat in de wereld, waar je dat schoon uit de grond kan halen, die ligt in de Sahara bij Marokko, die begint leeg te raken. Nou, 7 jaar geleden was de prognose, dat gaat binnen ongeveer 10 jaar gebeuren, dan wordt dat dus schaars, gaan de prijzen van fosfaat omhoog. Dat is vandaag binnen 3 jaar. Laten we eens optimistisch denken, binnen 5 jaar. Dat betekent dat binnen nu en 5 jaar wereldwijd de voedselprijzen zullen gaan stijgen. De prognose is dat we, nou, zo'n beetje rond 2100 kunnen we door dit opwaardig fosfaat, als we niet nog een nieuwe mijn vinden, dat zou natuurlijk kunnen, maar op dit moment ziet dat er niet zo uit, kunnen we nog zo maximaal 3,5 miljard mensen voeden. We zijn nu met bijna 8, we zijn tegen die tijd, als je al voorspellingen mag geloven, als het gaat zoals we denken, met 11,4 miljard. Dus we kunnen het probleem al wel aanvoelen. Als je voor 3 miljard mensen eten hebt en je bent met 11 miljard, dan is er een voedselprobleem. Dat zijn de fosfaten. Tegelijkertijd is er een klein jaar geleden een rapport van de VN uitgekomen over het effect van klimaatverandering op voedselvoorziening. En in het rapport staat dat vanaf 2050 kunnen wij niet meer de hele wereld van voedsel voorzien. En dat is nog heftiger dan hoe het klinkt. 1, omdat de VN niet zomaar met zo'n rapport naar buiten komt. Het is namelijk een doemscenario dat je binnen 30 jaar niet meer de wereldbevolking kan voeden. Maar het is nog erger dan dat, want op dit moment gooien wij wereldwijd nog 40% van onze voedselvoorraad weg. Dat betekent dat het nog veel harder achteruit gaat dan hoe het nu klinkt. Dus het is niet zo dat wij nu alles opeten en opgebruiken. We gooien een heel groot deel weg. En in 2050 kan dat niet meer. Dat betekent eigenlijk dat er al veel eerder een probleem start. Dat we dus en door oprakend fosfaat binnenkort met hogere voedselprijzen te maken kunnen krijgen. Dat we daarnaast door klimaatverandering, dan heb je het feitelijk over de verzilting van het land door het stijgen van de zeespiegel. Veel mensen die praten over het stijgen van de zeespiegel en de effecten daarvan denken voornamelijk aan overstromingen. En dat is natuurlijk heel vervelend. Want, nou ja. Maar dat heeft ook als effect dat het
grondwater zilt wordt en op zilte grond is het veel moeilijker om groenten te verbouwen. Vandaar dat die voedselschaarste onder andere ontstaat. Alright, dit is zeg maar een nogal een doemscenario en heel kort samengevat. Dat betekent dat als dus utopisch gezien morgen wij een oplossing hebben voor een vaccin, dat we eigenlijk alweer tegen een ander probleem aanschuren. En dat er heel veel dingen in de wereld aan de hand zijn. Dus post-corona is niet probleemvrij. Goed, wat heb je nodig in de wereld in general op het moment dat er grote problemen zijn? Want daar kunnen we wel van spreken. Dan heb je nodig hele slimme, creatieve, inventieve breinen die hun werk doen. Nu is het zo dat wij maar een klein deel van de capaciteit van ons brein gebruiken. En er zijn allerlei factoren die daarvan op invloed zijn. En één belangrijke factor, een zeer belangrijke factor, is stress. Nou, wat zorgt voor stress? Nou, bijvoorbeeld een gebrek aan basisvoorzieningen. Een gebrek aan, weet ik veel, een veilige plek om te leven, eten, geld om dingen te betalen. En wat, en dan kom ik op het basisinkomen, want daar moest ik niet over zeggen. Waar zorgt een basisinkomen voor? Een basisinkomen zorgt voor stabiliteit. Het zorgt ervoor dat er in de basis, het woord zegt het al, dat er een zekerheid is van bestaan. En op het moment dat er een zekerheid is van bestaan, dan kunnen mensen hun brein beter inzetten, omdat dat zorgt voor minder stress. Je hoeft je niet zorgen te maken over de allereerste voorzieningen om te kunnen leven. Je hoeft niet bang te zijn voor, weet ik het, deurwaarders aan de deur of iets dergelijks. Je kunt je brein volledig focussen op het oplossen van problemen. En dat is precies wat we nodig hebben. Want we hebben die inventiviteit en we hebben die creativiteit nodig. En ik moet ook even denken aan, en dat vind ik heel problematisch, want je zou eigenlijk denken, ik geloof dat het in een van de eerdere webinars naar voren is gekomen, van goh, is een basisinkomen nou links of rechts? Ik zou denken, het is voor iedereen, want iedereen kan begrijpen dat wij creatieve, innovatieve breinen nodig hebben en in de volle capaciteit. Ik was een aantal jaar geleden bij een aantal lezingen van Jesse Klaver. Die was toen heel erg bezig met dat boek Het Economisme. En die was daarover aan het vertellen. En ik was het aan het volgen. En ik herinner me dat iemand uit het publiek hem de vraag stelde van, goh, Jesse Klaver, wat vind je nu van het basisinkomen? En zijn antwoord was, ik heb me er eigenlijk nooit erg in verdiept. Ben ik ook niet van plan. Maar ik heb gewoon een onderbuikgevoel dat het gewoon, ja, ik vind het gewoon niet eerlijk. Ik vind het gewoon niet zo'n goed idee. Ik denk dat het grootste argument tegen een basisinkomen op dit moment is, het voelt niet zo lekker, want we kennen het niet. En dat is natuurlijk, dat is niet eens een argument. Dat betekent dat hier een taak is aan, nou ja, misschien wel weer ook aan de kunsten en wel aan de wetenschap. En dat is het verhaal vertellen. Het verhaal vertellen van, ja, waarom is die creativiteit en die innovativiteit zo belangrijk? Dus dan moet je en definiëren, wat zijn de problemen? Waar lopen we allemaal tegenaan in deze wereld? Nou, de Jesse Klamers weten dat heus. Dat weten heel veel mensen. Maar wij verdringen dat. Maar dat toont wel de noodzaak aan van het vinden van oplossingen. Het toont de noodzaak aan van innovatief en creatief denken. En daarmee toont het eigenlijk ook de noodzaak aan van een basisvoorziening. En daar is een basisinkomen echt, nou ja, een hele goede basis voor. Ik ga nu even kijken, want volgens mij heb ik een vraag. Geen vraag, maar opmerking. Wat is het voor warm verhaal? Weinig wetenschappelijk karakter, relatie met thema. Nou, dankjewel Michel Meijs. Ik ben geen wetenschapper, ben een kunstenaar. En ik praat natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring en onderzoeken. En als er iets wetenschappelijks is, is het wel dat doodsoorzaak nummer 1 in de wereld is stress. Er zijn heel veel onderzoeken naar de effecten van stress, ook bij schulden, bij mensen met hele lage inkomens. Wat je dan krijgt, is dat mensen domme dingen gaan doen, omdat ze hun hersencapaciteit niet meer kunnen gebruiken. Dat is gewoon wetenschappelijk aangetoond. Dus ik begrijp eigenlijk niet goed wat er niet wetenschappelijk aan is. Ik heb hier nog een vraag volgens mij. Let me see. Hoe komen we dan aan de basisvoorziening? Dat is een goede vraag.
Nou, kijk, er zijn natuurlijk feitelijk al best wel veel basisvoorzieningen voor mensen die op een of andere manier niet kunnen werken, ofwel omdat ze arbeidsongeschikt zijn of geen baan kunnen vinden, et cetera. Maar ook die voorzieningen, die kosten heel veel geld. Enerzijds aan de achterkant, omdat je het moet organiseren, omdat je het moet testen, omdat je het moet checken. Ja, dus er zijn altijd mensen van allerlei overheidsinstellingen die moeten kijken of iemand wel daadwerkelijk recht heeft op iets, en dat moet dan in de gaten gehouden worden. Anderzijds, op het moment dat mensen in grote stress zitten en daarmee hun volledige capaciteit tot denken en werken niet kunnen gebruiken door die stress, door het gebrek aan een stabiele basis, kosten mensen meer dan dat ze opleveren. Dus op het moment dat je die basis gegarandeerd geeft, gaan mensen meer opleveren dan ze kosten en hoef je het systeem om alles te controleren niet in stand te houden. Dus feitelijk is een basisinkomen geen kostenpost, maar een bezuiniging. Dat even, heel kort. Ik zie nu nog meer vragen oppoppen. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb voor antwoorden. Even kijken. Moet die basisvoorziening dan voor iedereen gelden of alleen voor mensen die onder een bepaald basisniveau vallen? En wie bepaalt dat dan? Ja, volgens mij zit dit er meer in een uitwerking van hoe ga je dit invullen. Ik geloof best dat op het moment dat je boven een bepaald inkomen zit, dat het natuurlijk niet nodig is. Maar dat lijkt me meer, zeg maar, een soort van verdiepende vraag dan een basisvraag. Publieke voorzieningen, onderwijs, zorg, openbaar vervoer, gezond wonen enzovoort, enzovoort. Ik begrijp die vraag niet. Ik geloof dat ik nu de vraag heb beantwoord, behalve de vraag die ik niet begreep. Alright. Nou, ik denk dat we het hier even bij moeten laten. En dan kunnen we aan het einde, want er zijn nog meer sprekers, kunnen we daarop terugkomen. Ik zit heel erg naar de klok te kijken. Ik heb 10 minuten en volgens mij zit ik daar net overheen. Dus, so far so good. Heel goed, dankjewel Tinkerbell. Aan het einde kom je nog even terug. Er zijn een aantal thema's die je hebt aangesneden waar ik graag nog eventjes over door wil praten, maar dat komt later. Dank in ieder geval voor nu. Onze volgende spreker is hoogleraar economie en decaan van de School of Business and Economics aan de VU. Een warm welkom voor Arjan van Witteloostuin. Arjan, ben je daar? Ik ben daar. Daar. Welkom. Ook jij hebt 10 minuten. Aan jou het woord. Dankjewel. Ja, basisinkomen. Ik moet zeggen, dat geeft wel een beetje een déjà vu gevoel. Sinds ik zelfstandig denk, of althans probeer zelfstandig te denken, speelt dit thema. En ik ben dus zelf een grasduin in de dingen die ik zelf in de loop der decennia geschreven heb. En ik heb gemerkt dat ik er in de jaren 90 over schreef. En ik heb ook een opiniestuk gevonden in NRC van eigen hand, waarin ik het erover heb. Toen had ik al in de gaten dat het woord basisinkomen dermate was gepolitiseerd dat je dat beter niet kon gebruiken. Omdat het allerlei oordelen en vooroordelen oproept voordat je iets gezegd hebt. Toen gebruikte ik het woord leefpremie, ook niet echt ideaal. Maar het idee is in ieder geval dat elke levende Nederlander, in dit geval, want we hebben het nu over Nederland, per maand een vast bedrag krijgt overgemaakt, punt. En daar is altijd decennia lang veel controverse over geweest en uiteindelijk is er nooit iets van terechtgekomen. En ook nu weer duikt die discussie op. Waarom weet ik niet meer, maar de openingszin in de openingswoorden in mijn stuk van 2004 was ook in deze barre tijden. Welke dat toen precies waren, is te lang geleden, dat weet ik niet meer, maar nu zeggen we dat ook. Duikt dat idee van het basisinkomen weer op. En ik denk dat er een stevig argument op te bouwen is waarom basisinkomen, of welk ander woord je er ook voor wilt gebruiken, misschien wel eens een heel goed idee zou kunnen zijn. We hebben te maken met een samenleving waarin we van alles bedenken om mensen te voorzien van extra geld wanneer we denken dat ze dat nodig hebben. Dat is de welvaartsstaat. En die zijn we ook voortdurend aan het hervormen en versoberen. Want uiteindelijk krijgen we het blijkbaar niet voor elkaar om dat te laten werken op een manier die ons bevalt. Helemaal aan het begin van mijn denkleven was dat bestek 81 van Acht en Wiegel. De ouderen onder ons kunnen dat nog herinneren. Niet zo heel lang geleden zijn we gaan praten over de participatiemaatschappij. Daar tussendoor hebben we een akkoord van Wassenaar gehad. Hebben we allerlei kabinetten gehad van Lubbers en Kok
die allerlei dingen deden rond wat wij nu neoliberalisering zijn gaan noemen. En in de tussentijd heb ik niet het idee dat er nou zo bijster veel aan het veranderen is, omdat de argumenten die voorbij blijven komen steeds maar weer dezelfde zijn. We nog altijd klagen over een buitengewoon complex stelsel. Ik heb er aardig voor doorgeleerd, maar als ik word overhoord over het stelsel, dan weet ik zeker dat ik ga zakken. Het is uitermate complex en ingewikkeld. Het is een oerwoud van regels, regelingen die ook voortdurend veranderen. En je hebt met allerlei instanties te maken, en vaak met meerdere. Dus ik heb ook niet de indruk dat dat welke kloof dan ook heeft gedicht tussen wie en wat dan ook. Dus de vraag is of het huidige stelsel nou zo ideaal is, en of dan nadenken over het andere stelsel niet misschien heel verstandig zou kunnen zijn. Een paar argumenten ten faveur van zo'n basisinkomen, leefpremie, een standaard vast bedrag, net boven het minimum voor iedereen. Het eerste is dat we dan af zijn van een buitengewoon Kafkaeske bureaucratie. Die kunnen we in één keer afschaffen. Niet meer nodig. Het enige wat we nodig hebben is een soort gireerdienst, om een oud woord te gebruiken, die dat geld overmaakt naar elke Nederlander met een paspoort. Eventueel kun je zo'n basisinkomen nog leeftijdsafhankelijk maken, als je vindt dat dat nodig is. Maar strikt genomen is het een hele simpele handeling. En kunnen we zoiets als de UWV afschaffen. En hebben we vervolgens heel veel menskracht vrij om andere dingen te doen, zoals bijvoorbeeld handen aan het bed of kleinere klassen. Het tweede is dat de administratieve druk voor huishoudens en bedrijven enorm omlaag gaat. Want de papierwinkel en de voortdurende noodzaak om je te verantwoorden is enorm. Daar gaat heel veel tijd aan verloren. Dat remt ondernemendheid. Administratieve lastendruk is een serieus probleem. Ook daar wordt al sinds mensenheugen is over gesproken, wordt van alles geprobeerd om dat te reduceren zonder succes. Ik heb daar zelf ooit een onderzoek naar gedaan en gezien dat in die tijd dat iedereen zei dat een administratieve lastendruk moest verminderen met een procentje of 25, Balkenende zei dat bijvoorbeeld, op Blair in het Verenigd Koninkrijk, het tegendeel gebeurde. De regelgeving werd alleen maar ingewikkelder en steeg exponentieel door. Dus als we dit invoeren, kunnen we het stuk vereenvoudigen in één keer, pas. Het tweede is dat het systeem buitengewoon ongevoelig is voor fraude, want je krijgt het gewoon. Klaar. Doet er niet toe. Hooguit wanneer je claimt een paspoort te hebben en je hebt het niet, dan heb je een probleem. Want dan zou het fraude kunnen zijn, maar verder is fraude niet aan de orde. En hebben we dat ook allemaal niet meer nodig. Al die diensten die achter mensen aanjagen om te kijken of ze wel of niet terecht uitkeringen of hebben gekregen of van een andere regeling hebben geprofiteerd. Je bent ook van heel veel betutteling af, want je zal maar iemand zijn die voortdurend langs die diensten moet om aan een uitkering bijvoorbeeld de bijstand te komen. Er is ongelooflijk veel betutteling, condities, verplichtingen, ben je vanaf, niet meer nodig. Lijkt mij ook een groot voordeel. Het argument dat eigenlijk ook al eerder is gepasseerd is dat je de individuele vrijheid maximaliseert, want als je een basisinkomen bent, dan ben je sociaal, financieel veilig. En dat betekent dat je de vrijheid om andere dingen te doen, de dingen die je belangrijk vindt, waardoor je werkelijk gepassioneerd gedreven wordt, daar krijg je dan alle ruimte voor. En dat kun je dan eigen goeddunken doen. De een gaat wat meer luieren, de ander gaat studeren, de derde gaat wat harder werken, de begint misschien een onderneming of mantelzorg, maakt niet uit, het kan allemaal. Je zult ook de bruto netto wicht, waar veel over geklaagd wordt, verkleinen. Als je ervoor zorgt dat het is een belastingvrij, daarna pas gaat de belasting tellen. Het is een belastingvrij vast bedrag. Voor een deel hebben we dit soort dingen al. De AOW is in feite eigenlijk al een soort basisinkomen. Iedereen krijgt hetzelfde straks. Er zijn wel wat condities, maar dat valt mee. We hebben een belastingvrije voet in het belastingstelsel. Dat lijkt er ook erg op. Vroeger hadden we een studiebeurs, die hebben we afgeschaft, maar dat was in feite ook. Kinderbijslag lijkt er erg op. Dus we hebben eigenlijk al heel veel elementen die daarop lijken. En ik denk dat dit systeem nu nog alleen maar relevanter is als we erover nadenken dan het al was. Omdat het ook duidelijk maakt dat het een samenleving heel robuust maakt. Een veel robuuster schokken kan opvangen. Want nu zijn we in paniek geschoten. En moeten we ik weet niet wat uit de kast trekken met regelingen. Om half Nederland financieel op de been te houden. Nou, dat zou anders niet nodig geweest zijn. Als we dit systeem hadden gehad, hadden we nu niks hoeven te doen. Want we hadden het al. Misschien hadden we hier en daar wat extra's moeten doen voor bedrijven. Dat kan ik me voorstellen. Maar al die andere regelingen, die hadden we helemaal niet nodig gehad. Want we deden het al.
Dus dat had ook betekend dat we het nu veel makkelijker hadden kunnen opvangen. Het geeft eigenlijk een veilige bodem voor iedereen, zonder condities, waarbovenop je veel vrijer, ondernemender en plezieriger een leven kunt leiden. Goed, ik denk, er zijn andere argumenten. Sommigen zullen zeggen dat het eerlijk en rechtvaardig is. Anderen vinden dat dan weer niet, maar die vind ik eerlijk gezegd van secundair belang. Het belangrijkste is wat ik nu gezegd heb, dat het die samenleving robuuster maakt. Dat we van heel veel complexiteit af zijn en dat we veel meer energie vrij krijgen voor andere dingen. En dat is zeker ook voor de kunsten van groot belang. Als ieder mens in Nederland zo'n bedrag krijgt, dan krijgt elke kunstenaar dat ook. Dan hebben we elke aanvullende regeling, of elke ad hoc regeling, of elke paniekregel voor de kunsten helemaal niet meer nodig, want dat zit ingebakken in het systeem. En zoals gezegd, al het andere kunnen we afschaffen. Er zijn altijd twee standaard tegenargumenten. Misschien nuttig om die ook even te behandelen. De eerste is, meneer, u bent een fantast, want het is onbetaalbaar. Dat is onzin. Dat is ook altijd het argument dat voor een groot deel de samenleving en de economie niet maakbaar zou zijn. Nou, alles wat wij in Nederland bijna tegenkomen, dat vlak hebben we zelf gemaakt. Al die regelingen die we zouden gaan afschaffen, want die hebben we dan niet meer nodig, hebben we ook zelf gemaakt. Tel al die bedragen bij elkaar op die we uitgeven, al die regelingen, en deel die door een aantal Nederlanders. En je zult zien dat je met die betaling een heel eind komt. Je ziet het ook aan andere landen. Een land als Finland doet het al. En ik experimenteer ermee. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Finland nu bezig is om af te stevenen op bankroet. Een tweede tegenargument dat je vaak hoort is, het maakt de mens lui. Het is eigenlijk oneerlijk, want ook al doet iemand niets, die krijgt zomaar geld overgemaakt. Ook daar is geen enkel bewijs voor. We hebben in Nederland nu een hele reeks van experimenten gehad met de bijstand. Wel condities, geen condities. Nou, En wat gebleken is, het maakt helemaal niks uit voor wat mensen wel of niet doen. Het heeft geen enkel effect in termen van hun gedrag en of ze wel of niet actief op zoek gaan naar een baan, of ze wel of niet dit of dat doen. Het is niet waar dat een dergelijke regeling mensen lui maakt. Als het zo is, dat al het meerdere dat je daarna verdient, gewoon zonder in het normale bovengebouw van de economie, wordt belast zonder dat het effect heeft op het basisinkomen zelf. Dat ligt daaronder. Je zou kunnen zeggen, het zou inkomensafhankelijk worden moeten gemaakt. Want er zijn veel mensen in Nederland die het niet nodig hebben. Ik denk dat ik het inderdaad niet nodig zou hebben. Laten we eerlijk zijn. Dus waarom zouden we geven aan mensen die het niet nodig hebben? Nou, dan zijn er twee argumenten, tegenargumenten. Het eerste is dat je kunt mensen op basis van vrijwilligheid kunt vragen terug te storten. Dat kan. Maar dat is niet eens nodig. Want je kunt daarbovenop, boven het basisinkomen, werken. Met schrijven in het belastingstelsel, waarbij je nog de mate van nivellering of denivellering die je politiek wenselijk acht, kunt bewerkstelligen. Dus het lijkt mij een buitengewoon goed idee om dat eens te gaan proberen en af te stappen van het zeer ingewikkelde, fraudegevoelige en betutterende systeem dat we in de loop der decennia hebben opgebouwd en waar we blijkbaar zo ontevreden over zijn, dat we maar niet ophouden om eraan te sleutelen. Dat was hem. Vragen? Ik kan nu even kijken of ze er zijn. Dankjewel, Arjen. Even tot nu voor hier. De vragen kunnen we zo direct inderdaad behandelen. Of als je daar behoefte aan hebt, kan je dat alvast in de Q&A beantwoorden. Maar dank in ieder geval voor je visie voor nu. Dan gaan we alweer naar de laatste spreker. Zij is wetenschappelijk adviseur voor het Amsterdamse experiment met de bijstand. Een project dat loopt van 2017 tot 2022... Een warm welkom voor Marta Meerman. Marta, ben je daar? Daar ben ik. Ja, heel goed. Ik maakte me even zorgen, maar het had wat vertraging. Je bent er. Fijn dat je er bent. Okay. Ook jij krijgt de ruimte om jouw visie uiteen te zetten. Dankjewel. Ik ben, zoals gezegd, vanaf het begin tot nu betrokken bij het Amsterdams experiment voor de bijstand, wat niet een basisinkomen mag heten, maar daar ga ik het straks allemaal over hebben. Er is in deze serie al enorm veel gezegd over dat basisinkomen en als laatste spreker is het best moeilijk om wat nieuwe dingen toe te voegen. Ik hoop dat ik dat kan doen. Deze zitting gaat over de toekomst en voor mij is die toekomst niet een droom die ooit zal worden verwezenlijkt, maar die toekomst van het basisinkomen is voor mij heel concreet en het liefste begint die morgen.
Maar voordat ik iets daarover ga vertellen, even mijn uitgangspositie. Ook daar is al veel over gesproken, maar toch wil ik het toch nog even op een rijtje zetten. Burgers hebben behoefte aan een zekere en een veilige basis om te kunnen leven. En tot die basis behoort een zeker inkomen, maar natuurlijk ook toegang tot water en voedsel en een dak boven je hoofd en toegang tot scholing en een toegang tot de verbeelding. En niet onbelangrijk ook toegang tot tijd. En dat kunnen we niet alleen realiseren, maar dat kunnen we alleen realiseren met elkaar. We zijn ongelooflijk afhankelijk van elkaar op deze aarde om te kunnen leven. Het basisinkomen als systeem kan daartoe een bijdrage leveren. Het is een middel om water te kopen, voedsel, een dak, scholing en ruimte. Maar een basisinkomen, voorgangers noemden dat ook al, is altijd een onderdeel van een veel groter sociaal contract dat we met z'n allen sluiten. Hoe gaan we met voedsel en waterwinning om? In de buurt, in de samenleving, in de wereld. Hoe en waar willen we allemaal wonen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk kan doen waar hij goed in is en zoveel mogelijk zijn passie en missie achterna kan gaan zonder dat anderen daar last van hebben? En als je al die onderdelen niet in samenhang ziet, dan kun je eindeloos bakkeleien over de hoogte van het basisinkomen, maar dat vind ik een schijndiscussie. De definitie van een basisinkomen. Rutger Bregman zegt gratis geld en ik zeg veel tijd. Internationaal wordt het gedefinieerd, mijn voorgangers zeiden het ook al, het is onvoorwaardelijk, dat is de kern van een basisinkomen. Je krijgt het zonder er iets voor terug te doen. En dat is in deze samenleving best ingewikkeld. Het is universeel, dat betekent dat het voor iedereen is. Het is individueel en onze systemen zijn daar nog niet op gericht. Dus het kwam voort uit gelijkheid van mannen en vrouwen. En het is slechts een basis, net voldoende om van rond te komen, maar te weinig om echt een carrière op in te richten. Het is pas een basisinkomen als het regelmatig wordt uitgekeerd en over een langere tijd. Ik pleit voor een basisinkomen en mijn belangrijkste reden is om een antwoord te geven op de onzekere arbeidsmarktpositie van velen. Het precariaat, zo heet deze serie ook, noem het de flexwerkers, de ZZP'ers, de mensen met een nulurencontract, met jaarcontracten waardoor je nauwelijks ervaring kan opbouwen. Die mensen zijn ook door corona weer de dupe geworden. Maar ik pleit ook voor een basisinkomen, omdat het een instrument is tegen slechte banen die worden aangeboden aan de zwakkeren op de arbeidsmarkt. Door een flexibele arbeidsmarkt is de machtsbalans die we in de polder hebben ontwikkeld heel sterk naar één kant getrokken. Werkgevers bepalen de inhoud en de voorwaarden waaronder wordt gewerkt. En met een basiszekerheid wat betreft inkomen komt die verhouding hopelijk iets meer in balans en kunnen mensen iets meer zelf beslissen welk werk bij hen past. Ze krijgen met andere woorden een beetje meer zeggenschap, ook over het aantal uren dat ze zouden kunnen werken. Ik ken een alleenstaande vrouw die naar eigen zeggen heel tevreden is met haar leven dat ze zelf kan inrichten. Ze brengt 's ochtends brieven en pakjes rond voor PostNL en 's middags zorgt ze voor haar kinderen waarvan er één een beperking heeft. Van het loon van PostNL kan ze niet rondkomen en ze wordt gelukkig aangevuld met een bijstandsuitkering. Het basisinkomen zou haar verlossen van de bureaucratie van de uitkeringsinstanties. Ik kan me ook voorstellen dat met een basisinkomen de werknemers in de vleesverwerkende industrie zelf kunnen kiezen of ze na een corona-uitbraak op hun bedrijf wel of niet de volgende dag in een busje stappen naar een ander filiaal. Ik pleit voor een basisinkomen omdat de overheid nu probeert inkomens van werknemers te garanderen en zelfstandigen te beschermen met de bestaande systemen die haar ter beschikking staan. En ik geloof daar niet in. Ik ben bijvoorbeeld bang dat mensen worden vergeten, die flexibele werknemer met een nulurencontract, die zelfstandige kunstenaar, de winkelier die nog nauwelijks klanten meer heeft, maar nooit op last van Rutte de deuren heeft moeten sluiten. Maar ik maak me ook heel veel zorgen over de informele sector en daar praten we helemaal niet over. Al die werkers en werksters die in de individuele huishoudens plotseling niet meer welkom zijn, omdat mensen thuis werken.
Het gaat dus niet alleen om een basisinkomen, maar ook om de systemen waardoor echt iedereen gebruik kan maken van die voorziening. De samenleving vraagt nu om een begin van een oplossing en niet morgen. En omdat er nu draagvlak is voor deze systeemverandering. En sommige werkgevers staan ook al op een kruispunt om hun bedrijf anders in te richten. En burgers hebben ruimte nodig. Corona heeft de wetenschap weer op de kaart gezet. Er wordt tijdelijk beleid gemaakt door te luisteren naar virologen. Je zou er jaloers van worden. Om duurzaam beleid te maken pleit ik er ook voor dat er wat meer geluisterd moet worden naar arbeidswetenschappers. En dan blijkt wat we wel en wat we nog niet weten. Hoe werkt een basisinkomen precies voor mannen en voor vrouwen, voor jongeren en voor ouderen en voor mensen met en mensen zonder een status? Wat betekent een basisinkomen voor werkgevers en voor de kracht van de samenleving? Het zijn hele grote vragen waar we nog onvoldoende over weten en daarom pleit ik voor een wetenschappelijk en dus betrouwbaar onderzoek. Eerst even wat we allang wel weten, maar waar er te weinig naar geluisterd wordt. De meeste mensen willen werken. Dat komt uit heel veel onderzoek. Ze willen hun talent, hun kennis, hun zorg, hun kracht inzetten en daarvoor gewaardeerd worden in geld, in kennis of in inspiratie. Het Finse experiment met een basisinkomen laat zien dat juist migranten gebruik hebben gemaakt van dat basisinkomen in de zin dat ze gingen werken of studeren. We weten uit het experiment uit Amsterdam dat mensen die hun bijverdiensten mogen houden, toch de bijstand verlaten en een baan vinden. Ze zijn minder calculerend dan je als buitenstaander zou vermoeden. Wat we ook weten is dat er een heleboel banen gaan verdwijnen door corona, door robotisering, door energietransities. En er zullen een heleboel banen verdwijnen omdat nu blijkt dat ze nutteloos zijn, door nieuwe inzichten en door een toekomst die we nog niet kennen. En daarom moeten mensen tijd krijgen om zich daarop voor te bereiden. We weten ook dat de arbeidsmarkt niet meer in balans is. Er zijn te veel flexibele en onzekere banen. En flexibel werk wordt normaal gevonden. En dat is om een heleboel redenen tamelijk risicovol. We zien in deze tijd dat mensen nauwelijks beschikken over een buffer. En tot slot, en dat heeft Arjen net ook al gezegd, we weten ook dat het stelsel van uitkeringen en toeslagen veel te complex is geworden en dat de bureaucratie handenvol met geld kost. Het wordt alleen maar moeizamer nu nog meer mensen van die voorzieningen gebruik moeten gaan maken. Dat weten we allemaal wel, maar wat weten we niet? We hebben nog geen antwoord op de grote vragen die ik al noemde. Hoe werkt een basisinkomen uit naar een diversiteit van mensen? En wat betekent een basisinkomen voor de organisatie van het werk dat werkgevers te bieden hebben? Er zijn enkele experimenten geweest waar ik bij betrokken ben met bijstandsgerechtigden. Bij 6 gemeenten en in Amsterdam zijn we nog hard bezig. Ze gaan niet over een basisinkomen, maar ze gaan wel over enkele elementen daarvan. De vraag achter de experimenten is hoe mensen effectief kunnen worden toegeleid naar betaald werk. Moet je ze de regie geven over hun eigen leven, ze gewoon geld geven en loslaten? Of moet je ze juist vasthouden, heel goed begeleiden en alternatieven schetsen? Als mensen wat verdienen, mogen ze dit tot een maximum bedrag boven hun uitkering houden. We leren hier veel van, maar we leren ook wat over de werking van het systeem, het uitvoeringsapparaat van de overheid. De rol van het bedrijfsleven bleef in al die experimenten onbesproken, terwijl het basisinkomen nu juist de verhouding zou moeten blootleggen binnen de driehoek overheid, bedrijfsleven en burger. Om het gesprek over de financiering van een universeel basisinkomen even te omzeilen, en omdat de experimenten niet over een basisinkomen gingen, pleit ik nu voor een grootschalig onderzoek onder mensen die nu al een uitkering krijgen. We kunnen experimenteren met het onvoorwaardelijke en individuele karakter met een maandelijkse uitkering en over langere tijd. Doel? Om de werking te begrijpen. En ik wil graag nu beginnen omdat de tijd rijp is. Nu omdat het nu om een unieke groep gaat
die nu een uitkering ontvangen en we werkgevers kunnen selecteren die betrokken zijn bij die doelgroepen. Horeca Nederland, de cultuursector, het toerisme en ook de vleesverwerkende industrie. Nu kunnen we zien wat wel werkt, wat niet werkt en voor wie. Ik zou het ook heel breed willen aanpakken, waarbij we niet alleen kijken naar de burgers, of ze op de bank gaan zitten of keihard gaan werken als ze gratis geld ontvangen, maar ik zou juist willen kijken ook naar die andere actoren in de driehoek, de overheid en haar uitvoeringssysteem en de werkgevers die banen aanbieden aan verschillende doelgroepen. We kunnen kijken hoe mensen worden opgevangen in hun sociale netwerk en we kunnen kijken of een basisinkomen nou echt individueel moet zijn of toch liever meer collectief georganiseerd moet worden. Het wordt een wetenschappelijk onderzoek om zorgvuldige antwoorden te krijgen op bepaalde hypothesen en vragen die leven rond dat basisinkomen. Het onderzoek zou moeten leiden tot duidelijke en duurzame antwoorden. De al die zittingen hiervoor, ook in dit webinar, werd er veel gepraat over de doelstellingen van een basisinkomen en de hypothese. Die doelstellingen van het basisinkomen doen veelvuldig de ronde, maar wat mij betreft zouden die doelstellingen geformuleerd moeten worden door een diverse groep mensen. Dus niet door de overheid, zoals dat nu gebeurt met de experimenten, maar door een hele brede groep. Die betrokken groep zou geen afspiegeling moeten zijn van politieke partijen, want die hebben het onderwerp niet op hun agenda staan. Maar het zou een afspiegeling moeten zijn van burgers of, zoals David van Rijbroek het noemt, een random sample. Wat willen zij eigenlijk weten over het basisinkomen en hoe kunnen zij het debat vervolgens voeren in hun eigen omgeving? Ik geef enkele voorbeelden van mogelijke hypothesen die ik interessant vind. Ik zou 3 onderwerpen zeker willen onderzoeken. Bijvoorbeeld de eerste, een basisinkomen stelt individuen of een familie in staat om kinderen goede voeding te geven en een gezond leven. Of de stelling, een basisinkomen leidt tot ontwikkeling van bedrijvigheid en meer werkgelegenheid in de directe en lokale omgeving. En tot slot, een basisinkomen geeft mensen een machtspositie ten opzichte van de werkgever en laat zien welk werk wel en werk niet wordt geaccepteerd, nuttig en zinnig is en onder welke voorwaarden het moet worden gedaan. Kortom, ik voeg aan de discussie 3 zaken toe. Ten eerste, wat zijn de doelstellingen van een basisinkomen en ze zouden geformuleerd moeten worden door een burgerforum en niet door de overheid. Ten tweede, het bedrijfsleven moet expliciet betrokken worden bij deze discussie. En ten derde, ik wil niet blijven dromen, maar zo snel mogelijk concreet beginnen met antwoorden op de vragen die er nog zijn. Dankjewel. Dank Marta. Prikkelend, interessant. Verschillende onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Ik wil nu Tinkerbell en Arjen vragen, uitnodigen om weer in beeld te komen, zodat we het gesprek samen ook af kunnen ronden. Interessant, Marta, om bij jou te beginnen. Zo'n burgerforum die inderdaad de doelstellingen zou moeten formuleren, die antwoord geeft op de vraag, welk probleem willen we inderdaad oplossen met het basisinkomen, of wat voor doelstellingen zouden we willen bereiken met het basisinkomen. Op welke manier zou dat gefaciliteerd moeten worden? Als dat niet de politieke partijen zijn, als dat niet per se de overheden met hun politieke agenda zouden moeten zijn, wie zou dat dan wel moeten faciliteren? Nou, de overheid kan natuurlijk wel een aanzet geven om dit te organiseren. Maar daar heb ik er nog niet zo over nagedacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik denk altijd in eerste instantie aan de overheid die daar toch een rol in zou kunnen spelen. Maar ik denk ook aan, aan meer aan debattenhuizen die dat zouden kunnen organiseren. Dat zou ook kunnen. Ja, de stem van de burger is daarbij inderdaad belangrijk en inclusiviteit is daar natuurlijk ook een groot aandachtspunt in. Over inclusiviteit gesproken, je zei tussen neus en lippen door, maar het prikkelde me wel. Is er een verschil of van het effect op mannen of vrouwen als ze een basisinkomen krijgen? Je noemde dat even, wat bedoelde je daarmee? Op dit moment zijn er in de bijstand heel erg veel vrouwen, ook alleenstaande vrouwen,
die met een basisinkomen toch een enorm geholpen zouden zijn, omdat het zorgen voor hun kinderen hen zoveel tijd kost dat ze echt nooit een inkomen kunnen verdienen. En op het moment dat ze een basisinkomen krijgen, veel beter en veel eerlijker kunnen kiezen, ga ik aan het werk of ga ik voor mijn kinderen zorgen. En dat, die keuze wordt inderdaad wat lastiger gemaakt. Maar zal het basisinkomen daarbij helpen? Want financiële onafhankelijkheid heeft niet altijd effect op de maatschappelijke structuren die er zijn. Met andere woorden, blijven we ondanks het basisinkomen niet gewoon verwachten van vrouwen dat zij voor de kinderen zullen zorgen, en verwachten vrouwen dat zich tegelijkertijd ook niet van zichzelf. Worden die systemen daarmee onderuit gehaald? Vrouwen zijn minder afhankelijk, omdat ook alleenstaande vrouwen nu kunnen kiezen voor werk, of kunnen kiezen voor hun kinderen, of kunnen kiezen voor een zelfstandig bestaan. Ja. Dat zou ik eerder willen benadrukken dan dat vrouwen weer voor de kinderen zorgen. Ja, ja, dat is helder. Dank je wel. Arjen, ook dank voor jouw visie. Ik vroeg me af, wat zijn de economische effecten van een basisinkomen? Want er werd bepleit dat er inderdaad vrijheid komt, tijd gekocht wordt onder andere. Is het ook denkbaar dat alles gewoon duurder wordt? Het moment dat we weten dat het een basisinkomen is, als je kijkt naar de huizenmarkt die toch al vrij ingewikkeld in elkaar zit, op het moment dat we weten dat we daar een basisinkomen als basis hebben en wat we daarop verdienen, dat is extra, zou dat niet bijvoorbeeld de huizenmarkt niet buitensporig kunnen exploderen, waardoor dat een vervelend bijeffect wordt van een basisinkomen? Zie je dat voor je? Nee, dat verwacht ik niet. Kijk, dat veronderstelt dat het basisinkomen alle duurder zou maken, maar dat hoeft natuurlijk niet wanneer je ervoor zorgt dat je dat. Kijk, wat een interessante rekenexercitie zou zijn om alles wat wij nu aan miljarden uitgeven, aan alle sociale regelingen die we in Nederland hebben, inclusief de kosten van het uitvoeringsapparaat, tel dat eens bij elkaar op en deel dat door het aantal Nederlanders. Ja. Het is een eenvoudige rekenoefening, die kun je doen op het achterkant van een wieltje als je die bedragen bij elkaar weet te vegen. Vooral die uitvoeringskosten zal nog niet zo simpel zijn. En dan ben ik ervan overtuigd dat je komt op een bedrag dat boven het minimum is, maar goed betaalbaar, zonder dat het macro voor Nederland duurder wordt. Dus dat effect zie ik niet 1-2-3 gebeuren. Mm. Want het kan zelfs een positief effect hebben als mensen op basis van met een basisinkomen zich veilig voelen om makkelijker te bewegen, ondernemend te worden en te veranderen, dan geeft dat de economie juist een extra dynamiek, een extra creatieve impuls, die leidt tot meer groei en uiteindelijk zelfs een verbetering van de inkomenspositie van veel meer Nederlanders. Ja, ja, het geeft veiligheid en rust, waar Tinkerbell het in die zin ook over had. Het geeft mogelijkheden om andere stappen te nemen. Maar zou het in de perceptie niet kunnen zijn dat mensen denken, ja, maar mijn besteedbaar inkomen is daarmee vergroot en daarmee durf ik ook grotere financiële risico's te nemen? Of probeer ik dat op een andere manier te besteden of te investeren? Oh, je staat op mute, Arjen. Je hebt net jezelf op mute gezet. Zo hoog zal dat basisinkomen niet zijn. Dat is precies het idee. Het is wat net ook al door Marta werd gezegd. De definitie is dat het een basisvoorziening is, die misschien iets boven het huidige minimum is, maar het is echt niet het type vetpot waardoor je ineens allemaal woeste wilde dingen je kunt veroorloven zonder additioneel inkomen. Ja, dat is inderdaad ook wat er zo net gezegd werd. Finland werd een aantal keer aangehaald. Ik heb gehoord dat het bedrag dat in basisinkomen wordt verstrekt in Finland €600 is. Dat is natuurlijk ver onder het bestedingsminimum. Wat vinden jullie daarvan? Ik weet, Marta, dat dat misschien een schijndiscussie is, maar ik denk toch dat het goed is om het daarover te hebben. Wat zou een bedrag kunnen zijn waardoor een basisinkomen acceptabel wordt naar onze maatstaven? Arjen, kan ik jou dat vragen? Dat is een bedrag dat variabel is. Dat hangt af van wat de minimum standaard in een land is. Dus in het ene land is dat hoger dan in het andere. €600 voor Finland. Ik ken verder de levensstandaard en het prijsniveau in Finland niet. Het lijkt mij daar aan de lage kant. Het lijkt mij zwaar onder het minimum. Dat zou niet zo moeten zijn. Dus in Nederland zou dat moeten zijn op wat wij nu als bijstandsniveau hebben gedefinieerd. Of misschien ietsje erboven. Ja, ja, precies. Tinkerbell, inderdaad interessant wat je zei over de veiligheid en de zekerheid die mensen hebben, waardoor de focus inderdaad gelegd kan worden op ontplooiing. In die zin, waar de toekomst wilt je ook schetsen, is dat over een tijdje hebben we niet eens de luxe meer om ons druk te maken
over het basisinkomen, omdat de voedselcrisis die eraan zit te komen veel groter zal zijn en proberen we nu eigenlijk iets op te lossen dat, dat tijdelijk is. Hoe sta je daarin? Nou ja, eigenlijk precies wat je nu zegt. En ook dat betekent dat het extra belangrijk is dat we collectief in staat zijn om al onze hersencapaciteit te gebruiken, niet om ons zorgen te maken over zaken, maar om met inventieve oplossingen te komen voor alle problemen die spelen in de wereld. Dus juist die rust in de basis is nog belangrijker dan dat het al was. Ja, ja, helder. Ik wil even overgaan naar de vragen die er gesteld zijn in de Q&A. Connie Berger vroeg aan jullie alle drie, versterken we hiermee niet het huidige private geldstelsel? Is de macht van de big banks, inclusief de big corporations, hoe leggen we de verbinding met belangrijke basiswaarden zoals een eerlijke, gezonde, veilige producten en diensten? Het gaat dus ook om welk geld, welk werk. Welke publieke openbare voorzieningen, zoals eerder genoemd, eerlijk en gezond onderwijs, zorg, kindcentra, vervoer, wonen, etc. Marta, dat sluit eigenlijk een beetje aan wat jij ook al eerder zegt, zei over de balans die er is tussen overheid, bedrijfsleven en burgers. Hoe zorgen we dat die balans gewaarborgd wordt? Nou ja, daar ging echt mijn verhaal over, hè, dat die machtspositie, en die komt nooit helemaal bij die werknemers terecht, maar een beetje meer dat mensen kunnen kiezen. En dat mensen niet... flexibele werknemers hebben geen enkele... Die moeten gewoon elke dag door en hebben geen tijd om na te denken wat de richting in hun leven wordt. En door zo'n basisinkomen kunnen ze ook wat minder gaan werken, wat meer keuzes maken. Ze hebben tijd. En wat dat betreft vind ik dat die machtsbalans een beetje gaat... een beetje in de goede richting weer terugkomt bij werknemers. En ik zou daar heel graag met welwillende werkgevers over van gedachten willen wisselen. Hoe dat zit. Dus als er nu een basisinkomen was geweest, dan hadden de cafés gewoon door kunnen draaien. En dan hadden ze, het is nu ook heel rustig in de cafés en ook in de winkels. Dus dan hadden mensen gewoon de zekerheid gehad dat ze misschien in september en oktober weer terug kunnen komen. En niet op een willekeurige datum die Rutte vaststelt. Ja. De eigenaar kan daar gewoon niet mee om. Dus het is een verwerking. Maar het is tegelijkertijd, ik kan me voorstellen dat een aantal werknemers deze beslissing ook met angst en beven, werkgevers deze beslissing met angst en beven tegemoet zien. Want zorgt het niet bij enorme willekeur bij werknemers? Ze zijn niet meer afhankelijk van één werkgever met betrekking tot hun inkomen. Dus kunnen bij wijze van spreken als een vlinder gaan hoppen van baan naar baan, want er zijn geen financiële consequenties aan gebonden. Beter nadenken over wat voor werk bied ik eigenlijk aan. En is dat menselijk en is dat nuttig en is dat zinnig en is dat een mooie baan? Daar moet meer over nagedacht worden. En de vleesverwerkende industrie heeft de tragische voorbeelden laten zien, wat wij natuurlijk al als arbeidswetenschappers al decennia lang weten, dat het zo gaat. Ja, dankjewel. Nog een vraag van Connie Berger aan Arjen. Groei. Welke groei? De bestaande economische groei in geld of cijfers? We moeten juist nog naar het circulaire donutmodel. Moeten we überhaupt nog denken aan groei in de hedendaagse opvatting? Nee, dat hoeft helemaal niet. Dus het is in stik genomen dat een vraag die los staat van of je wel of niet een basisinkomen wil. Het enige is dat het ging over de betaalbaarheid daarvan. En de mate waarin dat eventueel een effect zou kunnen hebben op groei, dat heb ik uitgelegd. Of je dat vervolgens wel of niet wilt, is iets anders. Dat zijn andere keuzes, die moet je ook maken. Ik persoonlijk ben voorstander van een andere soort van groei dan nu. Die veel meer op kwaliteit en op de duurzaamheid is gericht. Maar dat is een totaal andere discussie. Is het draagvlak, denk je dat het draagvlak is? Of wat zou er nodig moeten zijn om die draagvlak te krijgen? Om die andere visie op groei te creëren? Ja, dat is wel een hele andere discussie. Daar kun je een andere webinar over houden. Mm-hmm. Ik kan mij voorstellen, ik probeer nu manmoedig om een verband te zien met basisinkomen. Want dat is van wat daar het thema is. En dat lukt mij niet erg. Ja. Dus ik vind het een buitengewoon belangrijke en interessante vraag. Maar of die nou aan het basisinkomen gekoppeld zou moeten worden, dat weet ik niet. Wat ik kan voorstellen is dat mensen die een basisinkomen hebben, omdat ze een financieel fundament hebben, zich wat makkelijker, duurzamer kunnen gedragen.
dan nu het geval is, omdat wanneer je werkelijk voor, eigenlijk nauwelijks je hoop laat houden, dus je duurzaamheid wel je laatste zorg. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Maar... De link die ik denk ik probeer te leggen met het basisinkomen en een veranderende perceptie van groei is dat het haalt een groot aantal van onze waarden onderuit. Namelijk de waarde van wederkerigheid, loon naar werken. Uiteindelijk moet je dat ook loslaten en is het loon dat je krijgt onafhankelijk van wat voor werk je doet. Dus het betekent dat in de perceptie die wij hebben over de maatschappelijke waardes met betrekking tot werk, die zullen dusdanig veranderen dat het dus niet meer loon naar werk is, maar een basisinkomen. En vervolgens zou je dus ook toe moeten gaan dat het succes van bedrijven niet meer gekoppeld is aan economische groei. En die mindshift, is dat realistisch om daar naar te kijken? Ik zie Tinkerbell. Ja, nee, klopt niet, want dan ga je ervan uit dat je als mens niet sowieso van waarde bent in je bestaan naar anderen. Weet ik veel, in het zorgen voor je buren, je vrienden, er zijn. In je denkprocessen, in de gesprekken die je voert. Dus die basis, zou je best kunnen zeggen, is voor jouw bestaan. Jij bent dat al waard. En het is een basis, dus als je meer wil dan die basis, dan zul je sowieso moeten werken. En de meeste mensen, dat blijkt uit onderzoeken, willen ook graag werken. En zullen dat ook blijven doen. Dus het is niet, zeg maar, je krijgt iets om niks te doen, want je bestaat en daarmee voeg je al iets toe. Ja. Oké. Nog een vraag vanuit het publiek. Geert-Jan van der Wolf aan Marta. Op welke gronden is een wetenschappelijke uitspraak een objectieve uitspraak? De wetenschap geeft zowel voor- als tegenuitspraken over vaccinaties, over klimaatverandering enzovoorts. Dus welke waarde heeft de wetenschap boven ons eigen verstand en onze eigen zingeving? Marta. Zo, dat is een hele grote vraag. Ik denk dat wij wetenschappers proberen heel goed uit te zoeken binnen welke kaders wij stellige uitspraken kunnen doen. En als je zegt je hebt voor en tegens, dat betekent dat je vanuit een ander kader naar hetzelfde feit kijkt. Ja, en wij proberen zo betrouwbaar en zo zuiver mogelijk ons onderzoek te doen, ook zo controleerbaar, zodat je weet waar uitkomsten vandaan komen. Maar de wetenschap is natuurlijk nooit neutraal. Dat is eigenlijk wat hij betoogt. Een wetenschap is nooit neutraal. Dus degene die de opdracht geeft, of soms zelfs de opdrachtgever, kan in zekere zin al de uitkomst bepalen. Dat wordt is in ieder geval wat er gesuggereerd wordt. Nou, daarom zeg ik ook, uitkomsten moet je relateren aan het kader waarbinnen je dat gedaan hebt. Je moet je veronderstellingen ook duidelijk maken. En daarom kan je vanuit een bepaalde vooronderstelling zeggen, ik ben tegen dat vaccin of ik ben ervoor. Elke wetenschapper hoort dat kader dus duidelijk. En vooral arbeidswetenschappers. En zou het betrekken van burgerfora, zoals je inderdaad voorstelde, misschien een soort evenwicht teweeg kunnen brengen? Ja, wel voor dat er niet dat de geldschieter het onderwerp bepaalt. Hè? Dus jij zegt, je doet onderzoeken in opdracht. En daar gaat het natuurlijk al een beetje scheef. En ik doe liever dan een onderzoek in opdracht van zo'n burgerforum. Snap je? Ja, helder. Nog een vraag van Klaartje Borren. Wat is de invloed van het basisinkomen op cohesie in de samenleving? En hoe verhoudt het basisinkomen zich tot de ongelijkheid mondiaal? Ideeën daarover. In een eerder gesprek, in een eerder webinar is er voorgekomen, basisinkomen zou je eigenlijk internationaal in moeten voeren om te zorgen dat daar niet opeens een vlucht van mensen naar de landen met een basisinkomen komt. Maar wat is de invloed op de sociale cohesie? Laten we daarmee beginnen. Wie wil daarop reageren? Nou, ik ben dus heel erg benieuwd wat een basisinkomen zou betekenen. Daar weten we nog te weinig van. Maar wat een basisinkomen zou betekenen voor de bedrijvigheid hier op lokaal niveau tussen mensen. Daar ben ik heel erg in geïnteresseerd. En dat tweede, dat vind ik heel erg uitdagend om over na te denken. Want in een vorig webinar kon je voeren dat het nogal nationalistisch is. Dat denk ik, een basisinkomen. En die vleesverwerkende industrie triggert mij dan heel erg om binnen Europees verband ook eens die Poolse werknemers en die Roemeense werknemers die daar werken, om die in hun eigen land
eenzelfde basisinkomen te geven en kijken wat ze dan doen. Kijken of ze ook naar Nederland komen. Ja, ja. Dat in Europees verband kunnen organiseren met elkaar, nou, dat zou geweldig zijn. En kijk eens in een glazen bol, wat zouden de effecten kunnen zijn, denk je? Wat schat je in? Dat ze misschien thuis blijven. Hmm. Of, ik weet het niet. Laten we het ze vragen. Dat weet ik misschien. En misschien in het verlengde daarvan, ook aan allemaal stelt Daan de vraag. Hoe werkt het basisinkomen voor beroepen die minder populair zijn? Schoonmaken, oogsten, et cetera. Gaan we deze mensen meer betalen of gaan we dat werk juist importeren? Arjen, volgens mij ben jij de uitgewezen persoon om daar antwoord op te geven. Ik zie niet in als iedereen. Kijk, laten we zeggen, ons huidige basisinkomen is nul. Mm-hmm. We maken daar vervolgens. Iedereen krijgt dus nul. Op dit moment. Straks krijgt iedereen 1000. Dan is het marginale effect vervolgens op de werking van de arbeidsmarkt en op wat mensen waar kunnen verdienen, is er niet. Dat maakt niet uit. Het enige is dat je dan bovenop die 1000, zie je nog altijd die loonverschillen die je nu ook al zei, en dus ook de prikkels om van het ene beroep naar het andere te verschuiven. Dus ook dat is een vraag die los staat van het basisinkomen. Nou ja, is dat zo? Want is het geen stimulans om minder populaire. Is het geen risico dat minder populaire beroepen nog impopulairder worden? Dus dat er minder mensen voor te vinden zijn, omdat ze niet meer van hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van dat soort impopulaire banen, welke banen dan ook bedoeld worden? Dan gaat de arbeidsmarkt zijn werk doen. Kijk, op zichzelf genomen vind ik dat een heel cynisch argument. Hè? Want dat betekent dus dat we maar vooral geen basisinkomen moeten. Mensen moeten maar vooral weinig krijgen en onzeker zijn, want dat doen ze misschien al die rotbanen, want anders gebeurt het niet. Dus ik vind het, dat even erop opgesteld, het argument is cynisch. Maar afgezien daarvan, als het zo blijkt te zijn dat vervolgens dan niemand meer bepaalde banen wil doen, maar het werk is wel nodig, dan gaan de lonen omhoog. Dan hebben we het wel nodig. Ja. Dan gaan die werk, dus worden die banen, de arbeidsmarkt vindt dan een nieuw evenwicht, waardoor juist lonen van rotbanen omhoog gaan. Dat is alleen maar prachtig. Ja, heel goed. De tijd is voorbij gesneld. We zijn al een klein beetje over tijd, maar ik wil jullie toch niet laten gaan voordat ik de laatste vraag heb gesteld. Dit is het afsluitende deel van een serie van 4 webinars. Uiteindelijk gaan we op zoek naar een advies naar de overheid. Met betrekking tot het basisinkomen wil ik jullie de laatste vraag meegeven. Welke gedachten zouden jullie ons mee willen geven met betrekking tot het basisinkomen in de toekomst? Marta, mag ik bij jou beginnen? Dat ik morgen wil beginnen, dat we nu willen beginnen. We hebben al zo lang erover gepraat. En ik denk dat nu alle voorwaarden aanwezig zijn. Ja. En het momentum dat we nu ook ervaren, wat je zei, door corona, de coronacrisis waar we in zitten en de effecten die dat op verschillende beroepsgroepen heeft gehad, is dit het uitgelezen moment om daar inderdaad morgen mee te beginnen. Dankjewel. Dinkerbell. Ja, ik wil me daar eigenlijk bij aansluiten. Dit is precies het. En nogmaals, dat zei ik net ook al. Volgens mij komen we binnen nu in een paar jaar in de volgende crisis terecht. Mm-hmm. Nu is het moment. Ja, helder. Ik ben bang dat je gelijk hebt. Ik hoop dat je ongelijk hebt natuurlijk. Maar inderdaad, de feiten die je boven tafel liet verschijnen, die wekken zorg. Maar dankjewel, Tinkerbell. Arjen. Ik zou benadrukken dat het de samenleving robuuster en weerbaarder maakt. Omdat dat nu precies het argument is dat aanslaat. Ja. En ik zou direct ook proberen de standaard tegenargumenten te ontkrachten. Want anders dan is het vragen om die tegenargumenten. En dus laten zien dat het wel degelijk betaalbaar is. Ja. En dat het niet dat soort van gedragseffecten heeft van mensen gaan alleen nog maar in hun tuin zitten en doen niks meer. Ja, precies. Omdat inderdaad de historie heeft aangetoond dat mensen inderdaad graag willen werken. Dat is vanmiddag natuurlijk ook gezegd. Marta Meerman, Arjen van Witteloosstuin en Tinkerbell, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. En ik hoop jullie in de toekomst weer te spreken. Dank jullie wel. Tot ziens. En dit was het laatste webinar in een serie van 4. We gaan nu inderdaad flink aan de slag om de uitkomsten te bundelen, samen te voegen en in samenwerking met schrijvers en kunstenaars dit tot een advies te gieten.
waar de verbeelding natuurlijk ook altijd voorop staat. Nogmaals dank aan alle sprekers van vandaag, ook aan de sprekers van de vorige webinars. En dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt natuurlijk. En ook dank aan het publiek, want zonder het publiek was het een ander gesprek geworden. Ik vond er genoeg om te doen en ik hoop jullie binnenkort weer in een andere gelegenheid te zien. Dankjewel en tot ziens.